opnemen. Intro. Okay, people, let's go to work. Emma? Huh? What the fuck? Wat heb jij op? Wat? Een eendop, hè? Ik heb geen eendop. Ik heb helemaal niks op. Je denkt dat ik aan alcohol heb gezeten, Emma. Vandaar. Jij zit met de roosjes te spelen, zie ik. Ja. Yeah. En we zijn hier bezig. Een beetje misgegaan. Ja, ik zie het. Wat, tijdens je geboorte? Nee. Oh. Dat was een geintje, hoor. Dat was een geintje. Nee, dat was een geintje. Oh, wie niet gelijk wil lachen, hoor. Dat kan je niet zeggen. Nee, wat was een geintje. Of niet, hoor. Mensen weten dat. Nee. Die dat kijken, ja. Jawel. Hallo mensen, ik ben bezig met het thematiseren van een attractie. En Irma, hoe heet deze attractie? De wraak van Jafar. De wraak. En mocht ik nou net het bordje bij de deur hebben gelezen? Nou, echt heel toevallig. En ik heb drie... ik zet een paar van die brewstands neer, want dat is namelijk thematisatie. En ja, inderdaad wel, Irma. Je maakt van die gebouwtjes... Ja, ik maak gewoon gebouwtjes. Ja, maar dan gewoon, zie ik wel dat ik inderdaad dat zwarte dak weg moet halen, want dat heb ik dus weer verkeerd gedaan. Nee, misschien heb ik het deze keer verkeerd gedaan. Waar heb jij dat geplaatst, dat zwart? Nee! Oh. Nee, want wie heeft dat geplaatst? Weet ik niet. Maar in ieder geval, het is een grijs dak, maar het moet een zwart dak zijn, denk ik. Denk ik. Ik heb een vermoeden dat dit zwart moet zijn. Zo. En... Dit is trouwens ook niet netjes. Even kijken hoor, dit moet ik ook even netjes maken. Want dit is namelijk... Dit moet ook zwart worden. Wat zit hieronder dan? Oh, daar zit de soort van ingang. Oké. Okay. Ja, de soort van ingang. De soort van ingang. Dat moet ook zwart, helaas. Ik kan er niks aan doen. Dat ook soort van ingang is. Zo. Dit maak ik ook zwart. Zo. Want wat zwart is, moet zwart blijven. Toch? Zwart is geen kleur. Zwart is geen kleur? Nee. Hoe dan bij Irma? Zwart is wel een kleur. Zwart is geen kleur. Wat is wetenschappelijk bewezen. Wat? Dat zwart, zwart geen en kleur wit is? Zijn geen kleuren. Nee hoor. Ik vind het goed. Oké, dan zijn het wel kleuren. Dan vind ik het ook best. Ja? Oké. Ja, maar niet dat je daar boos wordt. Hè? Van ja. Luister ook niet naar me. Zo, maar dan krijg je al van die comments van... zwart is geen kleur. Ik weet niet. Nou ja, we zijn nu bezig, wat Emma zei, aan de vraag van Jafar. Roey zit ook in game. Roey, waar ben je? Roey. Laat je je gezicht nog zien, of niet? Nee. Nee, Roey is bang. Waarvoor? Bang voor jou. Ja? Wat ben je aan het doen, Roey? Grote handen. Wat zeg je? Nee. Ik verstond het niet. Niks. Tijdig. Oké. Ik lees het wel in de comments. Oh. Mensen gaan sowieso allemaal terugscrollen nu. En dit is de vraag van Jafar. En er wordt een... natuurlijk, Rovi kwam al... Ja, maar Vincent. Ik zeg, ja. Het laat wel een beetje veel lijken op de Aladdin. Ik zeg, ja, maar... toen dacht ik wel, nou, ik dacht, shit, dan heb je wel een punt. Maar ik dacht aan de andere kant, nee, want Jafar hoort bij Aladdin. Goed bezig, Roby. Yay. Hoort hij dan niet bij de sprookjes of de Aladdin hier? Oh, daar vliegt Roby ineens voorbij. Waar zat je? Je ging zo snel voorbij. Waar ben je? Zo, wow, Roby. Roby, geen speedteen. Maar, waar ben je? Roby, hier zo. Hallo. Oké, voordat het uit de hand gelopen, ben ik even Roby. Zullen we even dit junglegebiedje een beetje mooi maken? Want waar denk jij bij met het junglegebied? Roby, waar ben je? Achter je. Oké, ja, kijk, ik had hier een beetje al een bovenkantje gemaakt, maar die kunnen we nou wat hoger maken. Het hele plafond moet sowieso wel een beetje jungle krijgen, denk ik. Daar ben ik het geheel mee eens. Maar we mogen zwarte vlekjes gebruiken, want het is donker. Het is een beetje een soort van nacht hier. Hè? Dus je mag een beetje... zal ik het even helemaal zwart maken? Dan hebben we een beetje overzicht. Even kijken hoor. Zo, dit is de eerste scène. En daarmee ga je in een soort van jungle. En dan maken wij een soort van gebiedje.
In Jungle blaadjes. De blaadjes kloppen nog niet helemaal met die blaadjes. Maar dat komt omdat de biome is nog niet neergezet naar jungle. Als je een jungle biome hebt, dan krijg je die kleur. En dit is waarschijnlijk, even kijken met F3. Dit is namelijk de desert biome. En dit is de jungle biome. Dat zie je, dat kan je met F3 zien onder het tabbladje LC. Ja. Nou, Ro heeft ook weer wel geleerd. En, LC. Tabbladje LC. Desert. Ja. En ja. Dan gaan we hierheen. Ja. Dan zie je, kan je het zien wat het is. Oh, en het is leuk dat we deze twee thematisaties, dat je ook weer eindigt met de jungle. Je begint met de jungle. Weet hetzelfde idee als een bekende Efteling attractie. Maar wij maken hem helemaal op onze eigen manier. Dus oftewel de layout van de baan wordt een heel eigen manier. En ook gewoon de rest. Het is er. Ik viel naar beneden. Oké. Okay. Ik doe ook top. En tja. Het is leuk, Roy, als we hier door een grote portal gaan. En die portal die kunnen we maken met behulp van... Poort of een portal? Een poort. Een poort waar je onderdoor gaat, zeg maar. Oké, okay, ja, dat is beter. Dit is misschien leuk om iets met sandstone te maken. Of met grote deuren. Misschien dat we een hele grote deur maken. Dat is ook wel heel leuk. Maar dan zou je twee van die grote... dan zou je eigenlijk een grotere paal nodig hebben. Dit staat precies gecentreerd in het midden. Dus je zou... wat is er? Is er wat? Niks. Oké. Okay. Nou, als dat is, moet je gewoon zeggen. Nee, oké. Okay. Want de mensen vinden het ook niet leuk als jij niks zegt. Ja, oké. Ja, dus nee. Ja, dat snap je al. Is dat dan zo? Ja, dat was een geintje. Ik zat maar weer te fokken. Laat me. Oké, de layout gaat ook veranderen nu in één keer. Zie je? Dus het verandert eigenlijk altijd. En dat vind ik het fijne aan... aan zoiets als dit. Je kan altijd lekker spelen met alles. Mooi. Ik denk dat ik hier bij video een beetje ga verlaten. Oké. Okay. Omdat ik moet eten. Oké, okay, ja, dat moet nou eenmaal. Je kan ook bij onze vaak hier. Nee, bij onze vaak hier. Onze Slaat me zo meteen maar wel op in de gevangenis als jullie onze die gaan bouwen. Indiana Jones. Wat is dat, Robbie, wat je maakt? Oh, ja, weet niet, kan je hier zo'n. Midden zetten. Dit hoort dan bij de jungle, hè, liefie? Oh, je gaat hier een palmboompje neerzetten. Oh ja, jungle. Ja, jungle. Dit is gebied, dit is de portal. Hier wou ik nog. Nee, is goed, maar je kan ook bij onze heerlijke winkels. Van de Aladdin kan je heerlijk eten halen ook, hè? Ah, ja, ik ga hier gewoon eventjes wat eten halen. Schildpadden en weet ik het allemaal niet. Ja. De hele meukzooi. Ik kijk wel even wat ik op mijn bordje krijg. Ja, anders kijk je even wat je op je bordje krijgt. Nou ja, tot zo. Tot zo. Doei, eet smakelijk. Eet smakelijk. Eet ze. Doei. Nou, daar zijn we ook vanaf. Dat fucking nieuw, hè? Misschien zoiets met de deur. Ik moet even kijken hoor. Of dat er leuk uitziet. We maken een portal, denk ik. Dat is ook wel portal. Leuk. Portal. Zegt echt, we maken een portal. Ja, een portal. Weet je niet wat ik bedoel? Gewoon niet een deur, maar zo'n poort. En dan met vensters maak je dan zo'n hekwerk. Oh, zo'n poort. Misschien is dat wel leuk. Of niet? Of deuren, wat denk jij? Deuren. Oké. Vind je dit leuker of is... Wat zeg je? Ik vind het leuk. Oké, okay, tof. Tof. Misschien wel leuk als we dit zo schuin maken zo. Dat je de portal, dat je dan mensen nog niet vrijgeeft van wat daarachter gebeurt. Dat je echt omheen gaat, dat is wel gaaf joh. Zo, dan maak ik gewoon een improvisatie dit, jongens. En zo moet je eigenlijk een beetje bouwen, vind ik. Hè? Dat is een beetje de kracht van Disneycraft. Dat we eigenlijk een beetje met onze fantasie... vorige keer was ik wel heel boos geworden. Er was een gozer en die zei dat we niet origineel waren. En toen... Ja, ik had zoiets van... Ja, we zijn natuurlijk niet origineel met het feit van Disney. Want Disney is natuurlijk een bekend park. Maar het feit dat we wel origineel zijn met het gebouw... Ja, het bouwen van dingen, dat is 100% zo. En dat kan je ons niet afnemen, helaas. Dat is gewoon iets wat gewoon logisch is. En hoort er wel bij, jongen. En er is een lekkere,
Het is gewoon een korte bouwvideo. Maar we gaan zeker weten, als je verder gaat kijken. We krijgen een hele leuke Disney Aircraft aflevering. Waar we lekker verder gaan bouwen aan deze attractie. Met leuke andere mensen erbij. Dus zeker weten kijken. Blijven kijken naar de video's. En dan komen we wel uit, toch, Roy? Zeker. Sowieso. Nou, bedankt voor het kijken naar deze korte update over deze attractie. Dan weten jullie ook weer wat meer. En nou ja, doei doei! Zorg lekker.